Welkom bij de webinar Het bouwproces toekomstbestendig maken, digitaliseer. Mijn naam is Guido Tits, ik ben consultant Building Solutions bij Cadix. Even een huishoudelijke mededeling. Mocht je mij niet horen, dan kun je aan de linkerkant bij Zoom onder de knop mute. Daar staat ook de optie om je speaker en microfoon te testen. En dan zou de audio het moeten doen. Om achtergrondgeluid te voorkomen, vraag ik altijd iedereen gemute te zetten. Nou, volgens mij is dat ook het gebeurd. Mocht je vragen hebben of opmerkingen, kan dat altijd in de chat. Deze kun je ook vinden. Nou, zoals ik net al aangaf, mijn naam is Guido Tits, consultant Building Solutions bij Cadix. Mijn rol houdt in dat ik eigenlijk advies geef over hoe het proces binnen bouwbedrijven met CAD-software efficiënter te maken. Dus dat betekent dat ik mij onder andere bezighoud met maatwerkbibliotheken, plugins maken, werkprocessen efficiënter maken, et cetera, et cetera. Daarnaast geef ik ook allerlei trainingen die erbij horen. Dus dan hebben we het over trainingen in BIM. Nou, mijn achtergrond ligt in de bouwarchitectuur en dan voornamelijk dus met Revit. En ook de BIM 360 is een onderdeel waar ik mij mee bezig hou. Nog eenmaal de meldingen. Let erop, links onderin staat mute. Unmute en daar kun je ook je speaker en microfoon testen. Verder kun je onderin ook de chat vinden en even daarnaast ook de reacties. Beide zal ik vandaag af en toe vragen. Dus weet ze te vinden. Voor iedereen die Cadix niet kent, wie is Cadix? Cadix is een bedrijf dat doet een professionele CAD-dienstverlening. Wij leveren consultancy, training en detachering. Wij doen dat vanuit verschillende locaties door Nederland heen en hoofdzakelijk Drachten, Utrecht. Maar eigenlijk overal waar jullie zitten, geven wij de training en consultancy. Tegenwoordig natuurlijk ook heel veel op afstand. Wij doen dat van allerlei verschillende werkvelden. Onder andere bouwarchitectuur, werktuigbouw, civiele techniek. En juist doordat alle disciplines in huis zijn, met de CAD-pakketten die erbij horen, zie je dat wij ook weten van hoe kun je goed die koppelingen tussen pakketten leggen. Ga ik het ook vandaag kort over hebben, onder andere Inventor en Revit. Al met al zal de webinar grofweg een half uurtje duren. Dus hebben jullie een beetje een beeld erbij. Als wij kijken naar wat er allemaal gezegd wordt over de bouwwereld en wat er momenteel allemaal aan nieuwsberichten naar buiten komt, zie je dat er heel veel problemen zijn. We lopen aan tegen de stikstofcrisis, we hebben een woningtekort, we moeten zorgen dat er energielabels bij huizen zijn, dat er veel fouten gemaakt worden, veel faalkosten, dat die kosten ook heel hoog zijn. En dat we ons daar haast ook al bij neerleggen. En dat is natuurlijk eigenlijk niet de bedoeling. Andere dingen die je ziet zijn natuurlijk ook het thuiswerken. Dat vraagt ook een hele andere manier van werken van ons. Iets wat we eigenlijk helemaal niet gewend zijn. Als je dan kijkt naar andere nieuwsberichten en alles is in de afgelopen periode eigenlijk verzameld, zie je dat er ook een heleboel oplossingen zijn. Dus we hebben het over predictive twins, we hebben het over prefab, we hebben het over BIM, we hebben het over eenduidigheid, eenvoudige communicatie, snelle communicatie met elkaar. Met name ook natuurlijk BIM, bouwinformatiemodel, ik denk bij de meesten in ieder geval wel iets bekend. Maar dat zijn wel allemaal oplossingen waar je naar kunt gaan kijken. Dus hoe kunnen we samenwerken? Hoe kun je virtual reality of prefabriceren? Het zijn allemaal relevante vragen en oplossingen die er momenteel spelen.
Ik ben eventjes benieuwd en je kan het antwoord geven via de chat, dan wel via de reactions. Zet ik even alle cameraatjes een beetje open. Wie van jullie werkt er eigenlijk al digitaal? En dat kan van alles zijn. Dan ben ik even benieuwd in de chat of met de reactie. Als je digitaal werkt, kun je een duimpje opsteken of een in de chat zetten. Van ja, ik werk al digitaal. Kijk, ik zie in ieder geval één iemand die digitaal werkt. Zijn er nog anderen die ook denken dat ze digitaal werken? Kijk, bijvoorbeeld, wie heeft zijn agenda al digitaal? Wie werkt er met een digitale agenda? Ja. Er zijn er al mensen die software gebruiken als Zoom of Teams? Ja. Dus er zijn ook best wel wat mensen. En wie maakt er ook gebruik van cloud software? En dus dingen als BIM 360, Dalux. Nou, dan zie je dat er toch best wel wat mensen zijn die ja, behoorlijk digitaal werken. En als jullie heel beknopt een antwoord kunnen geven op mijn volgende vraag. Wat is dan digitalisering? Kunnen jullie in de chat misschien heel beknopt een antwoord geven voor jullie? Wat is digitalisering? Wat is dat voor jullie? Van data, nou precies. Zijn er nog andere mensen die ook een antwoord daar al op hebben? Dus wat is digitalisering voor jullie? Paperless office, papierloos. Exact. Als ik inderdaad naar deze antwoorden kijk, hè, dan zit dat al... Ja, zo gaat hij. Dus wat is digitaliseren? Eigenlijk is digitaliseren letterlijk het omzetten van informatie naar een digitale vorm. Dus je werkt niet meer analoog. En dan kijken we, zodra je een tekening op de post doet, verandert er iemand iets digitaal. Ja, dat klopt. Dus het is echt het omzetten naar de digitale vorm van informatie. Dus we zetten het niet meer op papier, we zetten het niet meer op een bron die eigenlijk ergens rond kan slingeren, die we ook niet meer bij kunnen houden. Maar we zetten het naar de digitale vorm. Heel veel mensen denken ook dat het dan direct iets te maken heeft met automatiseren. Automatiseren is het automatisch maken van bepaalde handelingen. En er zit zeker een combinatie tussen, want juist doordat wij informatie digitaal gaan wegzetten, kunnen we het ook automatiseren. Wij kunnen niet heel makkelijk informatie van papier handelingen veranderen en automatiseren, maar dat kan wel met de digitale vorm. Dus automatisering neemt repeterende handelingen van digitale informatie weg. Als wij dan kijken naar de huidige situatie, en daar ben ik natuurlijk ook, jullie mogen ondertussen wel eens omschrijven van, als jullie kijken naar je eigen bedrijf, wat doen jullie op dit moment al digitaal? Maar vanuit Kadix zien wij dat, als we kijken naar digitalisering, zien we dat heel veel grotere bedrijven al best wel grote stappen hebben gemaakt. Dus je ziet dat grotere bedrijven vaak al werken met cloud software, vaak al werken met ERP software, dat nou, dingen als mail natuurlijk sowieso geadopteerd zijn en dat ook tekenwerk in ieder geval vaak in de computer gebeurt. Aan de andere kant zien we juist bij heel veel kleine bedrijven dat het wel een beetje blijft steken bij het 2D tekenwerk. Dus dat dat gedeeld wordt en dan het liefst ook met een PDF, eventueel via WeTransfer. Nou, daar zijn natuurlijk wel heel veel stappen te maken. Dus als je echt kijkt naar de huidige stand van digitalisering, grote bedrijven die zijn er al behoorlijk mee bezig. Zien we wel weer de kanttekening dat soms ook de kennis er niet is en de kunde van wat er allemaal extra mogelijk is. En bij kleinere bedrijven zit er vaak een angst van, hey, maar zodra ik nog meer ga digitaliseren, automatiseren, brengt dat enorme kosten met zich mee. En de vraag is maar of het tijdswinst oplevert. Nou, dat is eigenlijk een beetje vanuit een vorm van angst. En het belangrijkste wat ik dan ook vind, is eigenlijk van waar begin je nou als je wil gaan digitaliseren? En
Ja, waar begin je? Nou, dat is een hele goede vraag. Eigenlijk kun je jezelf, als jij denkt van hé, ik doe werk en ik denk dat het slimmer, sneller of efficiënter kan, dan moet je iets gaan doen met digitaliseren, dan wel automatiseren. Dus deze vraag is eigenlijk de allerbelangrijkste. En die vraag, die ga je omvormen. En dat omvormen gaat dan juist naar een doel. En dat doel, dat kun je bereiken. Hoe je daar komt, is natuurlijk altijd de vraag. Dus het pad naar het einddoel zal ook altijd een kronkelend verloop hebben. Niet altijd soepel gaan. Maar als je het doel niet stelt, dan kom je daar natuurlijk überhaupt niet in de buurt. En er zijn een heleboel kleine quick wins. Bedrijven die nu al deels digitaal werken, die nu al 2D werken, die nu al tekeningen versturen. Nou, daar kun je een heleboel al mee. Als we het hebben over tekenwerk, nou, we zien nog heel veel AutoCAD. Als we wel kijken naar een van onze meest verkopende trainingen, zien we nog altijd dat dat AutoCAD is. Het is ook een beetje de basis van allerlei andere pakketten. Echter, AutoCAD. Ja, het is een 2D medium, net als je tekentafel. En je moet wel beseffen dat zeker onze klanten, opdrachtgevers of allerlei andere partijen die informatie helemaal niet zo goed kunnen lezen. En dan krijg je dit. En dan krijg je iemand die denkt dat een wasbak een toilet is of iets anders. Terwijl als je gaat kijken naar alleen al de stap naar 3D, hè, het tekenen van een wand in 3D. Of een object in 3D is eigenlijk even makkelijk als in 2D. Er zit alleen een hoogtecomponent aan. Dat is in één keer inzichtelijk voor allerlei andere partijen. Zeker als je dat gaat koppelen aan een bron, zoals je hier ziet, BIM 360. Dit is een omgeving waar mensen heel makkelijk doorheen kunnen gaan. Waar klanten heel makkelijk eigenlijk met hun tablet, telefoon of de eigen laptop door een gebouw heen kunnen lopen. Dus ze kunnen opmerkingen plaatsen op basis van wat zij zien. Hoe het realistisch, of in ieder geval realistischer is als die 2D-tekening. Het ruimtebesef, het beeldbesef en wat ze krijgen is daarmee veel groter. Dat maakt dat de klant uiteindelijk veel beter weet wat zij kunnen krijgen. Juist deze stap naar 3D zorgt er ook voor dat je in de toekomst nog veel meer ermee kan. Wat bedoel ik dan? Heel basic gaat het dan om bijvoorbeeld VR. Je hebt die omgeving en daar kun je VR ook mee aansturen. Iets wat al een stukje verder gaat en de ontwikkeling die we momenteel echt zien, bijvoorbeeld bij Dalux, is juist, en ook bij BIM 360 trouwens, is juist dat deze bronnen veel meer gebruikt worden, ook om je gebouw en beheer aan te sturen. Dus als je kijkt naar de Autodesk Construction Cloud, dat is eigenlijk de opvolger van de BIM 360, dan zie je dat daar ook al tools gemaakt worden voor beheer en onderhoud. Onder andere met dingen als Autodesk Tandem. Dat betekent dat je met je telefoon issues aan objecten kunt hangen, met foto's en informatie erbij. En dat je dat ook in één keer kunt delen met alle betrokken partijen. Je kan dus heel snel schakelen. Kijk je naar Dalux, zijn hele mooie dingen die daar op dit moment gebeuren, dat zij letterlijk hun model, middels een tablet, kunnen projecteren in de wereld. En wat dat betekent is eigenlijk dat hij een overlay maakt. Aan de ene kant maak je een video van de omgeving waar je aan het bouwen bent, met alle luchtkanalen, alle systemen die er hangen. Het model wordt daar overheen gelegd. En dan kun je dus eigenlijk al fysiek zien van hey, komt dat op dit moment overeen? Die stappen die zullen steeds verder gaan, waar je op een gegeven moment ook ondersteuning op basis van die modellen kunt geven of daadwerkelijk aspecten kunt vastmaken op basis van die modellen. Een andere, en dit is, ik weet niet wie van jullie in de calculatie zit, maar dat is juist je informatie gebruiken. Als ik kijk bij bedrijven waar ik kom, zelfs als ze 3D werken, is dat vaak nog vergeten wordt dat je een ongelooflijke informatiebron hebt. Dus zodra jij iets in een model zet,
2D, 3D, betekent dat dat je hoeveelheden kunt uittrekken, dat je informatie eruit kunt halen. Uiteraard moet je die informatie afstemmen op jouw proces, maar dat gaat wel automatisch. En dat iets automatisch gaat, betekent ook dat jij dus automatisch er een calculatie aan kan koppelen. Enkele voorbeelden daarvan zijn bijvoorbeeld IBIS meetstaten. IBIS meetstaten die leest IFC informatie, Industry Foundation Classes uit. En op basis van artikelcodes die erin zitten, die natuurlijk geformuleerd zijn in je template dan wel bibliotheek, rekent die automatisch een model door. Zodra er iets in het model wijzigt, betekent het wel dat dat ook automatisch doorgezet wordt en dat de wijzigingen aangegeven worden. Dus deze omgevingen die maken het eigenlijk ook makkelijk om foutlozer te werken. Aanpassingen worden weergegeven, we hoeven daar niet meer revisiewolkjes omheen te zetten. Veranderingen worden automatisch doorgerekend. En broninformatie blijft echt letterlijk in één bron, in dit geval dan IBIS-TRAD bijvoorbeeld. Uiteraard valt of staat dit natuurlijk wel dat een modelleur weet wat hij doet en dat de calculator ook weer de modelleur vertrouwt. Dus het vraagt ook iets van ons als mens om elkaar wel te vertrouwen. En dan een andere, en dit vind ik zelf ook wel echt heel interessant. Dit gaat over de verschillende werkvelden die je hebt. Je zag tot een paar jaar terug eigenlijk nog, en we hebben er laatst ook een webinar over gehad, maar je zag nog dat bouw en werktuigbouw, dus installatie, gebouw, heel erg los van elkaar staan. En dat die misschien 2D over elkaar heen gelegd worden, maar juist door koppelingen kun je tegenwoordig zien van hoe ziet een gebouw eruit. En hoe wordt daar ook de installatie in geplaatst? Dit betekent dat je het ook automatisch kunt clashen. Niet alleen visueel, maar ook in software die daar specifiek voor is. Deze specifieke koppeling is zelfs gedaan via twee cloud-omgevingen. Of via twee omgevingen die online te benaderen zijn. Namelijk de BIM 360 met Revit en Vault voor Inventor. Hiermee maak je ook gebruik van het pakket waar het heel goed voor is. Als je kijkt naar pakketten zie je dat Inventor heel erg goed is in een productiemodel. Dus bijvoorbeeld uitslagen van metaal is het heel goed in. Je kan daar allerlei schroeven, verbindingen, et cetera, heel goed in leggen. Maar juist de informatiecomponent en de grotere schaal voor het gebouw, dat is weer veel makkelijker in Revit. Dus door ze te koppelen, en dit kan echt een stuk beter eigenlijk sinds de 2022 versies van de Autodesk software, maakt dat je efficiënter kunt samenwerken. En ook in één keer weet hoe een andere ergens over denkt en op reageert. Een laatste, en dit is echt heel erg in ontwikkeling, is clash detectie. Ik denk dat de meeste van jullie het niveau van clash detectie op papier al wel ontstegen zijn, dat we dat al doen via software als Navisworks of Solibri. Maar weet dat ook daar ontwikkelingen zijn. Dus je ziet, dit is een beeld van een tijdje terug uit de BIM 360 omgeving. Automatisch wordt hier een clash detectie gedaan. Automatisch worden in ieder geval harde clashes, maar ook clashes met bepaalde toleranties en spelingen daar gedaan. En die kun je in één keer doorsturen. Het doen van deze clash in de cloud-omgeving stuurt in één keer dit beeld door naar Revit of naar Navisworks. En dan kun je er ook weer iets mee. Dus dat zijn echt hele mooie tools om te gebruiken en ook om in de gaten te houden. Dat zijn even enkele dingen van hoe jij kunt digitaliseren en daar gebruik van kunt maken. Dan ben ik even benieuwd wie van jullie repeterend werk doet en hoeveel van jullie daar ook misschien een voorbeeld van heeft. Dus dat mag je wel weer zetten in de chat. Misschien heb je een voorbeeld van repeterend werk. Of misschien doe je repeterend werk. Dingen die je echt vaker per dag doet. Waar je misschien op een gegeven moment moe van wordt. Wij krijgen deze vragen natuurlijk heel vaak. En daar proberen we altijd iets aan te doen. Denk dan bijvoorbeeld aan overtikken van informatie. Doet iemand dat eigenlijk nog?
Ik ben heel benieuwd naar. Nee, Jordi zie je inderdaad, hè? Overnemen van inmeetgegevens van klanten. Ja, dat is iets wat inderdaad heel vaak gebeurt. En wat eventueel natuurlijk via een bepaalde bron ingeladen kan worden. Dus als je vraagt aan je klant van, goh, misschien moeten we de gegevens in een invoerveld in gaan vullen. Dan kunnen jullie daar weer wat mee. En zo zien we een heleboel van dit soort vragen. En ik laat even een aantal vragen zien die we echt geregeld tegenkomen en waar wij ook oplossingen op hebben gegeven. Als je het doet in ieder geval. Eén daarvan voor de mensen die met Revit werken is het verwijderen van backups. En Revit maakt automatisch backups aan, zeker bij lokale bestanden. Nemen heel veel ruimte in. En je ziet hier dat wij een script hebben gemaakt waarmee die het automatisch verwijdert. En dat doet hij ook in submappen. Scheelt een heleboel werk, want als je al deze bestanden één voor één belangs moet en op delete moet klikken, nou ja, dan ben je veel tijd kwijt. Juist op deze manier zie je, natuurlijk afhankelijk van hoe groot de ruimte is, duurt het wat langer of wat korter. Maar hoofdmappen, submappen worden allemaal verwijderd. En hij let erop dat er altijd één bronbestand overblijft. Dus zelfs als je per ongeluk jouw hoofdbestand hebt verwijderd, zal die altijd de laatste backup laten staan. Zodat je in ieder geval jouw hoofdbestand houdt. Iets anders wat wij vaak zien en wat wij vaak horen is: wij moeten heel veel of heel vaak een object in het midden van de ruimte plaatsen. En dan hebben we het specifiek MEP, dus Mechanical Electrical Piping, over het plaatsen van centraaldozen. Deze moeten altijd in het midden van een ruimte en dan op een bepaalde hoogte. Je kan je voorstellen, als je die allemaal individueel moet plaatsen, uit moet lijnen, et cetera, dat dat veel tijd kost. En hier zie je dat op basis van een scriptje kun je aangeven welk object moet er in het midden van een ruimte geplaatst worden. Uiteraard heb ik hier gezegd van ze moeten ook rood worden. Hij geeft aan waar die niet goed het center van een ruimte kan vinden, maar alle overige worden in één keer geplaatst. Als je dit probeert te doen met de hand, ben je bij wijze van spreken 10, 20 seconden per ruimte al kwijt. Misschien zelfs wel meer. En je ziet hier, nou, deze hele video, die duurt 20 minuutjes. Of, sorry. 20 minuutjes, dat zou heel lang zijn. 20 seconden, dus dat gaat behoorlijk snel. Uiteraard zie je dat sommige ruimtes het hard buiten hun ruimte hebben hangen. Nou, daar plaatsen wij hem niet, maar die gaf hij aan in de waarschuwingen. En tot slot sparingen. Sparingen is iets waar we ook heel veel mensen over horen. En dat is nog even los van allerlei andere dingen. Pijpbeugels, maatvoering, automatisch trappen genereren, et cetera, et cetera. Heel veel dingen worden echt herhalend gedaan. En als je erover nadenkt, moet dat automatisch kunnen. Al deze doorvoeren, en tuurlijk, dit is een demonstratiemodel, dus er zitten gekke doorvoeren in. Maar die moet je allemaal handmatig normaliter van een sparing voorzien. Door het script kun je weer zeggen van, nou ja, we hebben bepaalde ducts, we hebben bepaalde afmetingen en in ieder geval genereer ik dan de sparingen. Dit gaat nog heel basic, maar je kan dat natuurlijk ook doorvoeren, dat hij herkent van, hey, in welke muur zitten brandweerstanden, WDBDO-klasseringen, en dat hij op basis daarvan ook specifieke sparingen gaat plaatsen. Wij hebben nu ervoor gekozen om alleen te laten zien dat hij een gat kan maken. En dat kan hij ook rond, vierkant. Hij kan het door schuine wanden. Werkt heel vlot. Nou, dat betekent ook dat als jij al deze sparingen zelf had moeten gaan maken, dat het heel veel tijd had gekost. Het gaat allemaal op basis van modelherkenning. En we zien dit ook vaak terug in de praktijk. Dus één project wat ook recent is opgeleverd, gaat over een bedrijf dat doet in dakgoten. Er zijn ook een aantal van jullie aanwezig, zie ik. Maar wat hier de vraag oorspronkelijk was, en nou, dat is inmiddels al een tijd terug, is: wij produceren dakgoten en wij
willen eigenlijk ons overtypewerk rekentekenfouten vermijden en het productieproces aansturen met de informatie. Als je dan gaat kijken ook naar het spanningsveld tussen digitaliseren en automatiseren, zie je dat het overtypewerk, nou dat is natuurlijk duidelijk te digitaliseren. Juist door te zorgen dat je werkt met één invoerbron of met één bron aan informatie, dan kun je weer op allerlei plekken verwerken. Dus overtypewerk is eigenlijk het eerste waar heel vaak fouten in sluipen en wat je heel makkelijk kunt digitaliseren. Het andere, rekenteken, productiefouten en het aansturen van een heel proces, ja, dat is echt automatiseren. Dat vraagt altijd vaak veel meer, omdat je kennis uit allerlei hoofden, uit allerlei verschillende bronnen, allemaal samen moet brengen. Dus dat is altijd wel een complexe proces, maar uiteindelijk geeft het je wel heel veel winst. Ook hier hebben wij doelen gesteld. En de doelen die wij destijds hebben gesteld is, wij willen dat het relatief eenvoudig is in gebruik. Dus je moet op basis van eenvoudige invoervelden, eenvoudige keuzes, deze grote en samenstellingen moeten maken. Daarnaast moet die productie aangestuurd worden door de informatie. En we hebben gezegd van, er zijn standaard samenstellingen op basis waarvan wij het hele proces kunnen aansturen. Als je dan kijkt voor stap 1, zie je links een deel van hoe zo'n bibliotheek eruit ziet, of zo'n template. Wij hebben één model gemaakt en in dat ene model zitten alle vaste samenstellingen. Dus of je nou een rechte goot, een goot met een hoek of een dubbele hoek las, dat is allemaal vaste samenstelling. En op basis daarvan kun je wel weer verschillende goottypes kiezen. Als je hiermee werkt, krijg je eenduidige informatie. Dus het kan niet meer zo zijn dat als dit gemaakt wordt door tekenaar A of tekenaar B, dat de informatie verschillend is. De informatie die hieruit komt is in de basis altijd hetzelfde. En het laatste van deze stap was dat het moet werken in Revit Lite. Kijk, en dat het moet werken in Revit Lite heeft voordelen, nadelen. Licentietechnisch is het is het echt wel een stuk goedkoper. Nadeel is natuurlijk dat je niet kunt werken met plugins. En we zien dan ook van, nou, wat voor tijdswinst heeft dit opgeleverd? Zien we best wel veel positieve punten. Wij kunnen de informatie nu automatisch in ERP doen. Dat scheelt allerlei overtypewerk. Dus de tekening kwam normaliter van de takeafdeling. Moest iemand anders dat overnemen voor de offerte. Moest iemand anders het weer verwerken voor ERP, voorraadbeheer. Al dat soort dingen gaan nu automatisch. Je hoeft ook niet meer hoofd te rekenen in de productie. Dat betekent dat je een taak weghaalt. Dat scheelt heel veel. Nou, en je krijgt uiteindelijk natuurlijk minder verlies in het productieproces. Je kunt zorgen dat je orders op een efficiënte manier uit productiedelen haalt. Betekent dat je minder zaagverlies krijgt. Betekent ook dat je dus minder CO2-uitstoot krijgt. Is het allemaal positief? Nou ja, wij hadden hier ermee te maken dat het modelleerproces echt wel een stuk langer ging duren. Waar bij wijze van spreken voor een normale goot in het oude proces een minuut of vijf genomen werd. Hè, van tekening tot oplevering. Zie je nu dat het inclusief opmaak al gauw per goot naar 8 minuten gaat. Dat is echt wel een stuk langer. Ja, dus dat is ook vervelend. En dan komt ook natuurlijk de vraag, kan het nog sneller? Nou, en alles kan automatisch sneller. We hebben het net gehad over digitalisering, maar je gaat nu juist naar de stap automatisering. En wat wij momenteel, of eigenlijk recent hebben opgeleverd, en dit is nog een iets oudere versie ervan, is een plugin om dit te doen. Wat je hier ziet is niet het letterlijke werk van Polytech. In dit geval, hè, zij tekenen eigenlijk normaal alleen de productiedelen. Voor jullie beeldvorming heb ik het even om een gebouw heen gezet. Maar wat ze tekenen is straks een bepaalde lijn. Dat wordt de lijn die de goot moet volgen. Je zorgt ervoor dat je HWA's intekent. Je zorgt ervoor dat je al dat soort elementen of iets een dakkapel is, et cetera. Kun je allemaal voordefiniëren in deze tekening. En op basis van een plugin maak je vervolgens allerlei keuzes die de klant aan jou geeft. Ook hier, ik sla allerlei waarschuwingen op, hè? Maar
Het werkt wel heel mooi. Dus je kan hier vrij eenvoudig kun je de informatie invullen. En idealiter zou je natuurlijk hier later nog een stap inzetten dat je zegt van nou de klant die vult het in en het wordt hier automatisch ingevoerd. Er zijn allerlei dingen om over na te denken. Vervolgens genereren we dan de goot en dan gaat hij eigenlijk nadenken over allerlei aspecten als hoe moet ik opdelen, hoe moet ik mijn koppelingen leggen, hoe moet ik mijn klosjes eronder zetten, et cetera, et cetera, et cetera. En alle informatie voor hun zaagproces, het ERP-proces, komt automatisch aan de achterkant eruit. En je ziet ook, er staan automatisch opmerkingen naast. Er staan automatisch maatlijnen bij. Dus eigenlijk alles wat je zou willen aan informatie zit hierin. En dan laat ik ook nog eens even zien, zonder handjes hoor, hè? Hoe je dat uiteindelijk bij het gebouw kan zien. En je bent natuurlijk nog steeds eventjes bezig. Heeft er ook mee te maken dat ze echt daadwerkelijk het productieproces aan willen sturen. Maar je ziet nu in 3D heel mooi van hey, hoe zit dit ook om het gebouwtje heen? Hoe zitten al die klossen? Betekent dus ook dat je direct weet van hoeveel heb ik van alles? Hoeveel lijm heb ik nodig? Hoeveel klosjes heb ik nodig? Hoeveel meter smetplank? Hoeveel meter goot? Hoeveel meter afwerklijst, et cetera. Dat rolt er allemaal uit. Dus dat betekent dat er heel veel informatie in één keer gegenereerd wordt. Nou, als je dan gaat kijken over dezezelfde goot, als je dan kijkt, oorspronkelijk zou het gehele proces voor deze 5 stukken goot, en dat is een indicatie, hè, grofweg 90 minuten in beslag nemen. Dan heb ik over het tekenen, heb ik over het offertestadium, heb ik het over het overnemen naar productie, et cetera, et cetera. Met de vaste samenstellingen zie je in het hele proces al een tijdswinst. En want met juist deze automatisering van alles wat erachter zit, zie je dat dat diezelfde delen ongeveer 6 minuten tot 8 minuten per deel duren, betekent totaal iets van een half uur en dat is een tijdswinst van 66%, wat natuurlijk best veel is. Als je dan gaat kijken naar die andere methode, de laatste methode waar we mee bezig zijn met de generator, gaat het bij wijze van spreken nog maar over 10 minuten werk. Nou, en dat is natuurlijk een enorme tijdswinst van 88%. Wat gewoon heel veel is. Tijd die je anders kunt besteden. Kijk, het betekent niet direct dat ze het er rustiger om krijgen. Het wordt ook gewoon drukker bij zo'n bedrijf. Maar ze kunnen ook gewoon toch wel wat meer aan. Dus digitalisering zorgt voor veel meer inzicht in jouw hele gebouw, in je hele omgeving en ook voor je beheer en onderhoud. Je zorgt voor heldere communicatie intern, extern met allerlei klanten. En uiteindelijk zorgt het voor tijdwinst in je hele proces. Dat zijn echt de 3 kernpunten. Dus het belangrijkste is, zonder stappen te zetten, blijf je stilstaan. Dus ik wil jullie ook uitdagen om als jullie digitalisering of automatisering vraagstukken te hebben, kom naar ons toe. Leg ook de vraag bij iemand anders. En dan kun je erover nadenken, kun je erover sparren. Als je de vraag alleen maar bij jezelf houdt, en dan kom je ook niet zo snel met een antwoord erover. Ik hoop dat ik jullie in ieder geval interessante dingen heb kunnen laten zien en misschien nieuwe inzichten heb kunnen geven in deze webinar. Mochten jullie nog vragen of opmerkingen hebben, deze kun je uiteraard altijd stellen in de chat. Ik kan ook kijken in hoeverre ik dingen direct kan beantwoorden of achteraf kan beantwoorden. Maar laat in dat geval in ieder geval even je mailadres achter. Mocht je dat alleen maar aan mij willen sturen, kan dat ook. Dan hoef je hem niet aan iedereen te sturen. Maar alleen als het naar mij kun je in de chat instellen. Ik wil jullie heel erg bedanken in ieder geval voor jullie aanwezigheid. En nou ja, wie weet tot een volgende keer.